Nog een kleine week te gaan en dan opent de CeMAT in Hannover haar deuren voor de grootste logistieke vakbeurs ter wereld. In aanloop naar het evenement gaf de organisatie de exposanten de gelegenheid om tijdens een preview alvast te vertellen wat de bezoekers kunnen verwachten. Wij luisterden uiteraard even mee. We hebben afgelopen jaar gewerkt om een Europees product neer te zetten. Omdat dit Chinese model eigenlijk niet geschikt was voor de Europese markt. De CeMAT hebben we de 2-tonner, de 2,5-tonner en de 3,5-tonner. Beide vierwiel uitvoering, 80 volt. En de 2-ton pallettruck. We hebben de oliebad lamellenremmen, dus de onderhoudsvrije assen. We zijn de eerste leverancier van Grammer met minilievers. We hebben de Clearview mast. En dan natuurlijk onze batterij. Ja, lithium, ijzer, fosfaat is ons product, wat wij ook zelf produceren. En dat wordt dus nu ook in onze forklifts toegepast. Geheel onderhoudsvrij natuurlijk. En extreem safe, veilig. De CeMAT-bezoeker moet zeker langskomen bij Egemin, omdat wij deze keer echt onze internationale aanwezigheid in de picture brengen. Dus zoals je weet is Egemin een bedrijf dat globaal aanwezig is, via onze eigen vestigingen, via partners. Wij volgen onze key accounts wereldwijd en daar gaan we met verschillende foto's, video, applicaties, aanwezigheid van onze internationale managers duidelijk in de picture zetten. Ja, Koppel staat inderdaad eerst keer op de CeMAT. En wat wij laten zien straks op de beurs is met name het proces van het volledig automatisch lossen van C-containers en het palletiseren van de lading. Nou, inderdaad, C1 is ontwikkeld, een systeem wat volautomatisch lost en palletiseert. We hebben de C2 ontwikkeld met name voor mixed loaded. En dat betekent dat we containers kunnen lossen waar zakken in zitten, verschillende soorten dozen qua grootte. En daarnaast hebben we heel veel verschillende koppen ontwikkeld. Koppen die specifiek materiaal kunnen pakken. Denk aan inderdaad die verschillende grote dozen of eventueel jute zakken, plastic zakken, kartonnen zakken. Eigenlijk alles wat wij automatisch kunnen pakken, op een band kunnen plaatsen en dan transporteren naar een warehouse of een palletizer of wat dan ook. Die CeMAT als Weltleitmesse für Intralogistik ist für uns der richtige Standort, um ein Feuerwerk von Innovationen abzufeuern. Und wir werden von neuen Softwarelösungen, neue große Elektrogabelstapler, einen neuen Schubmaststapler und den Cubix X, das Konzeptfahrzeug von Still, eingebunden in Hub to Move, in das Forschungsprojekt vom Fraunhofer Institut auf der CeMAT präsentieren. De CeMAT findet Platz auf dem Beursterrein in Hannover von maandag 19 tot met vrijdag 23 mei. De beurs is dagelijks open van 9 tot 6. Op vrijdag sluiten de deuren om 5 uur.